commerciële opleiding gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat wel fantastisch omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant. Ik heb eigenlijk altijd al een soort van fascinatie gehad voor het Hoge Noorden. Ik ben nooit een strandpersoon geweest, ik ben altijd een sneeuwpersoon geweest. En winter sprak mij altijd aan. En eigenlijk omwille van die reden en omdat ik dacht, ja, in taal ben ik toch nog wel redelijk goed. Ik deed graag talen. Ik deed dan wel wetenschappen wiskunde in het middelbaar. Maar mijn talen waren absoluut niet slecht. Dus dacht ik van, ja, ik ga talen proberen te gaan studeren. En toen zag ik op de website van de Universiteit Gent dat hier Zweeds kon gestudeerd worden. En ik dacht, oh ja, kijk, Scandinavië, waarom niet? We gaan Zweeds studeren. En in combinatie met dat Zweeds heb ik dan Frans genomen. Ik vind Frans een heel mooie taal. Ik heb dat, in de middelbare deed ik het altijd heel graag. Dus dacht ik van, kijk, ja, Engels spreekt mij op zich niet zo aan, Duits ook niet, Nederlands ook niet. Kijk, we doen Frans erbij. Dus Frans en Zweeds begonnen hier als eerste bachelor. En in die eerste bachelor... We hebben een algemeen overzicht gekregen van hoe dat het eruit zag allemaal. En na dat eerste jaar dacht ik echt wel van, ja, dat is iets voor mij. En verder nog 2 jaar in de bachelor gezeten, met verdiepende vakken. Ik heb me dan vooral gericht op de taalkunde. Ik zit nu in mijn master Scandinavistiek. Alleen Zweeds dus. Ik heb het Frans laten vallen. Omdat de vakken van Scandinavistiek mij iets interessanter leken. Omdat mij dat ook goed ligt. En omdat ik het gewoon fijn vind om... die taal te leren en om daar gewoon nog meer verdiepende kennis in te hebben.